Dames en heren, meisjes, welkom bij een gloednieuwe verboden lachen samen met mijn grote vriend. Wie? Jij! Vandaag zijn we met een nieuwe verboden te lachen en deze keer mogen we dus niet lachen. Oké. Okay. Zullen we een keer echt proberen niet te lachen? Ja, oké. Okay. Laten we een keer proberen echt te lachen. Want voor mij is de hele spel is gewoon uit de t*** gemaakt door jou. Hey, Stovenvleesje, dankjewel. Stuur me nou eens een keer een DM. Ik heb geen idee wie je bent. Maar dan kan je gewoon even zorgen dat je gewoon elke 2-3 weken eentje hebt. En dan betaal ik je wel. 5 euro. 5 euro. Laten we gaan kijken. Lerakast om te twijfelen of ik Gucci of Lacoste pak. Ik kan hem klippen in een Gucci of Lacoste pak. Want ik ben boef gehad, die jongen waar ze over praten. Emotionele dingen. Ga ik vertellen over 10 neuk super weinig. Emotionele dingen. Jij lacht, hè? Ja, ik nee. Jawel? Nee. Jawel? Ik glimlachte. Ja, dat telt ook. Ja, man. Ik heb best wel een zieke emotie. Dat is nou een Geotra, zeg, het is een Geotra. Man, Gerard is even back in een soort van Insta-museum. Let op. Je blik richting mij. Snap je? Want blik en je blik richting mij en de dingen die je zei. Wat de fuck is dit, ouwe? Komt dit ineens vandaan? Wel, mensen, Bankjes heeft mij ingehaald. Dat is ook triest. Nee, dat vind ik best leuk. Nee, jongen, dat is triest. Abonneer op mij, ik wil Bankjes weer inhalen. Ja, het is wel zo dat bijvoorbeeld die sukkels van de groep krijgen wel een beetje te veel zelfvertrouwen als Bankjes. Dus nou, ben je die noobs, ja. Dus, Wat vind ik het lekkerste van de Chinees? Ja, meestal die chick van een jaar of 25 achter de balie. Je moet er wat lachen zien, maar dat is wat smerig muziek. 25 achter de balie. Ah, ik vind het wel leuk dit eigenlijk. Ik wil op pad met Roger, jongen. Waarom vind ik dit leuk? Maar ik vond deze uitvoering, dat is een gezien. Ik vond deze uitvoering niet. Dat doen ze alleen als je in de achtergrond met je borst. Ja. Niet oké, lelijk nog niet gezien dit. Je lacht weer. Nee, wacht. Heb je wel bescherming bij je? Ja? Dat is echt een lekker bakje koffie. De stront. De stront. Ja, maar dit is echt onzin. Ze hebben diezelfde k*** niet. We hier ook alleen maar over moeten verfieten. Dat is stront. Wanneer heb jij voor het laatst last gehad van een awkward boner? Een awkward boner? Vanochtend heb ik voor het laatst last ervan gehad. Ja? Wat gebeurde er? Hij werd heel hard. Denk ik, shit. Ik heb het nooit in de klas. What wrong? Why are you burning? What burning? Roof burning, what the fuck? Hé, hey, dit is Erika! Josje op de foto te kunnen. Ja? Dus dat is echt een hele speciale klik. Op een of andere manier zoekt ze me steeds. Ja, van ver af staat ze ook wat te kijken. Zo van, waar zit ze? Waar zit ze? Maar ja. Dat heb ze me eindelijk gevonden en dan richt ze ook echt even die blik even op me. Je blik richting mij en de dingen die je zei. Overmars vertrekt omdat hij vrouwen die ook bij Ajax werken grensoverschrijdende berichten heeft gestuurd. Wat er precies in die berichten stond, weten we. Kutjes, kutjes. Op de site van Ajax reageert ook. Dit is echt een dieptepunt, jongen. Ja, ik moet jou echt even deuken, man. Helemaal alle kant van de map, jongens. Het is niet normaal meer. Holy moly, ravioli, kip, macaroni met barbecue saus en chili saus. Drink je koffie met suiker? Nee. Het is koffie latte macchiato. Latte macchiato. Dit is gewoon Brett Erika compilatie. Porn causes brain damage. That's the truth. Ik wil even dat het een Brett was weer. Ja. Ja. Bijzonder, hè? Ja, oké. Okay. Hey Marco, dan spreek ik jou zondag weer, denk ik. Ja. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Hoi hè. Hoi, Marco. Hoi, Marco. Hoi. Hoi, Marco. Hoi hè.
Hoi, hoi. Ben je altijd degene die je telefoon ophangt of... Ik heb er geen idee. Ben je sneller wegdrukken? Ja, ik ben wel sneller wegdrukken, sommige mensen echt sneller wegdrukken. Ja, dus als je dan zo dan is jouw weg, weet je. Ja, zonder dat je iemand nog wat hoort zeggen, maar hij heeft ook al weggedrukt. Ja, dat is het. How to make fangirls get wet. Ik doe echt niks aardigs meer voor de kijkers. Die vorige keer tikte ik die telefoon weg. Die moet gewoon niet aanpakken. Niet nee, aanpakken. Ja, dat, die fout maakte bij de eerste show. Ja. Jij hebt ook best wel aangepakt, toch? Ja, die eerste show. Toen keer, dacht ik van ja, we gaan even. Ik heb ook 2 of 3 keer bij die show gewoon even wat gefilmd. Ik denk, dat is leuk. Maar dan staat gewoon iedereen zo te beatsen. Ja, jongen, als je beatsen, vieze spaarhondjes. Alleen maar om viral te gaan fucking alleen maar viral te gaan. Het gaat echt niet om jezelf. Nee, fuck erop, man. Jongen, we zijn niet om jouw viral te laten gaan op TikTok. Nee, we zijn er gewoon om geld te verdienen. Mama! You don't mean to make me cry. I find I'm back again this time tomorrow. Yo, it's loose. The sun goes down, my Zico. Waar zit je tegen? Moet je jou stil delen? Ja, tegen mij. Trudy, je houdt wel je mond, hè, dat ik geen schil lelijk ben, hè? Oh! Nou. Dit is niet echt! Schreeuwen niet, dat is jammer. Hoe weet je dit soort dingen ook weer? Holy shit. Dit is een hele oude meme, dat komt nu dan ook wel naar boven. Ja, dat, waarschijnlijk zijn de mensen die ouder zijn, kennen dit allemaal al. Ja. Maar je hebt toch ook wel dingen die voor ons heel normaal zijn, qua memes die dan opduiken. Ja. Ik ken even geen voorbeeld of zo, nee. Maar... en ook gewoon, dat ik zie best wel vaak gewoon van mezelf... Ja, misschien wel 12 van Pepers te gaan. Ja, bijvoorbeeld die. Maar je ziet ook heel vaak gewoon oude clipjes van jezelf. Dat je denkt van, mensen hebben gewoon al die video's gekeken voor één video dat ik Rob een knuffel geef of zo. Ja. Nou, dat is een heel zeldzame beeld, dus dat is echt heel knap. Ik ben de man on the jukebox en then we start to dance and I'll sing it like... Oh, wat doe jij hier? Op ka... dieven. Ah! Ja hoor, ik hoorde weer klatsgezellig. Ogen wordt gestraft op ongeveer een paar miljoen. Maar voor 5 ton aan klokken ligt mijn schaap en zien doen. Niemand gaat het voor je doen, ik wil geen zaken met je doen. Ik heb mijn voeten op het gras, ik heb geen voeten naast mijn schoen. Ah! Maar, weet je... Ik wil ook eens een keer... Gewoon iets, weet je, het is nooit als ik iets, hè, snap je wat ik bedoel? Dit is echt Rob, bij de box in de video. Weer een lachje van Matt, maar hey, Matt, ik ga kaart van je winning. Oh ja. Goed. Dan hebben we de Liga Proteïnebar. We gaan hem eens proeven. Oh, kut! Moet ik een caravan of zo? Helaas moet ik mededelen dat Hamtaro is overleden. Vandaag. En lekker dat het was, joh! Oh, ik heb zo lekker gegeten! Asmer, wat is dit? Kleintje. That's what she said. Goede milkshake. Je proeft de chocola. Chocola. De boys. Hey. Hallo. Wat de fuck? Wat is er? Huh? Nee. Mogelijk overleden. Eerlijk gezegd, ik weet niet meer de reden om te leven op dit moment. Dat is zo lief eentje. Trouwens, gasten, ik heb nog een heel leuk feitje over eendjes. Wist je dat elke keer dat een eendje seks heeft, die gelijk overlijdt? Nee, volgens mij klopt dat helemaal niet. Nou, de laatste 3 gingen bij mij allemaal dood. Woe is ratslag, oké. Okay. Oh nee, nou. Ik heb dit de content nooit begrepen, dat je live op zo'n telefoon gewoon niks zit te doen. Ja. Wat is ratslag? Maar ik vind live op computer ook wel niet leuk. Ja, gamen kan nog wel. Oh ja, precies. Ah, okay, het is de eerste keer dat hij dat doet. Ik heb voor het eerst gewerkt vorige keer 2 euro. Dat is mooi. Dit extraatje gaat nu naar de McDonald's. Iemand zegt Erika, je bent Noob. Je moeder. Die is pas Noob. Wou ik net zeggen, je moeder is een Noob. Dat zei ze toen jij net geboren. Wat zou haar IQ zijn? Ik denk 60 of zo. Misschien wel lager. Noep, jongen! Oh mijn god.
Volgens mij moet ik hem terugsturen naar mijn baarmoeder. Hé. Hey. Wat voor koffie heb ik hier? Latte Macchiato. Are all pretty much in the same spot on their heads. They don't have any external ear. Auto's! Je had mijn bijl op. Ik zag je staan en ik dacht. Hallo, zit er iemand? Dit ken ik al, leuk. Laatst mijn auto zo goed gewassen en in de coating gezet. Dat als er water op komt, dan stuit het er zo af. Moet je kijken, joh. In de korting gezet. In de korting gezet. Hoe hij vandaag gaat laten zien is echt niet normaal. Let op deze aanname. Appeté. En stuurt ze allebei naar de zandbak? Tuurlijk. En onze brust gaf. Dit is toch ongekend. Suu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 u
tenho, o único que eu tenho é ser brasileiro. O melhor do mundo, obrigado a Deus. Nós somos brasileiros, somos brasileiros, os melhores do mundo. Tu respeite nós, o único que eu tenho. É o bom Brasil, é ser brasileiro todos. Sim, cara, no Cruzeiro, pai! Ik heb hier net een hele eigenlijk helemaal niet kan voetballen. Ja, wel een beetje, maar echt gewoon. Hij was ook wel bij zo'n club, toch? Bij Vasco de Gama. Ja, en bij Ronaldinho. Die vent, ik heb eens gezien hoe hij die filmpjes maakt. Die schrijft echt op en gaat dan gewoon een soort van repeteren, gewoon zodat hij het kan. Deze guy die, ja. Die het nadoet. Eén zien. Ja, dat kan je niet denken. Nee. Ik denk dat hij geen Portugees kan. Hè? Nee. Hey. Nee, hey, Feyenoord, man. Met Avojack. Dames en heren, meisjes. Hey, even, ik ga vertellen wie er heeft gewonnen, man. Er is veel gelachen deze keer. Ik heb 16 keer gelachen en jij 15. Oh! Hartelijk gefeliciteerd. Mensen, bedankt voor het kijken. Voor je leuk om zeker een duimpje te mogen. Abonneer op mijn kanaal, dan zie ik jullie later. De groeten.